Er is ophef ontstaan over onze kroonprinses Amalia. Tenminste, dat beweert shownieuws. Aanleiding zou de te blote kledingkeuze van de dochter van Willem-Alexander en Maxima zijn. Veel mensen zouden dit niet vinden passen bij een lid van het Koninklijk Huis. Recent waren Wim Lex, Maxima en Amalia te gast bij een adelijke bruiloft in Hohenems. Willem-Alexander is de peetvader van graaf Kasper Matuschka, die zich in het echt verbond met Leonie von Waldburg-Zeil Hohenems. Vervolgens verscheen er een artikel van Maxima kenner Josine Drogedijk, die had een duidelijke mening over de kleren van onze royals. In het bijzonder over de blote jurk van Amalia. Voor het avondfeest ging Amalia nog een stapje verder, want in plaats van een koningsblauwe Franje jurk droeg ze nu een donkergroene avondjurk met een diep decolleté. Drogerijk is erg te spreken over de jurk en omschrijft het zelfs als modelef. Nu maar hopen dat de stylisten deze zijn blijven vasthouden. Want de prinses is te mooi om zich te verstoppen achter wijde jurken, groeken en jassen. Het artikel, dat inmiddels al een maand oud is, gaat nu compleet viraal. In de caption van de post staat: Wat is er met Amalia gebeurd? De insteek van het artikel is totaal niet vijandig bedoeld, maar volgers van de krant reageren als door wespen gestoken. Zij richten hun pijlen op de Gelderlander, een van de kranten die het artikel ook heeft gepubliceerd. Laat dat meisje met rust, zo valt er onder meer te lezen. Volgers zijn van mening dat het van de zotte is dat iedereen altijd maar een mening moet hebben over elkaar. En dat een krant daar dan aan mee gaat doen is gewoon ronduit schandalig. Het zou je dochter maar zijn, dit kan echt niet. Mensen nemen het dus massaal voor Amalia op, en daar sluiten wij ons graag bij aan.